Welkom bij Verzocht tot opsporing. Ook deze week vragen politie en justitie uw hulp bij het oplossen van misdaden. Bel met al uw tips 035 622 31 50. Deze aflevering een inbraak in Naarden. Naarden. Gelegen in het Gooi is een vestingstad en vooral bekend om de Grote Kerk en het Raadhuis. Aan de rand van Naarden, op de grens met Bussum, ligt de Lambertus Hortensiuslaan. Een gezellige, drukke laan met op nummer 40A reclamebureau Oniva. Op maandagavond 11 mei om 9:45 ging daar het alarm. Oké. Oké, deur open. Oké. Mevrouw Bouts, uiteindelijk ging het alarm wel af, maar de daders waren heel professioneel. Ja, daar zijn we best van geschrokken, maar gelukkig is onze server ook uitgerust met alarm. En wat zochten ze? Ja, dat is moeilijk te zeggen. We hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in kennis en creativiteit, maar ook in toepassingen van de nieuwe media. In tijden van de broekriem aanhalen is creativiteit natuurlijk erg belangrijk. Wellicht dat de daders daarnaar op zoek zijn geweest, het geheim van de smid. Bent u dan misschien met specifieke zaken bezig? Nou, naast onze bestaande activiteiten zijn we ons sterk aan het ontwikkelen op het gebied van audiovisuele communicatie. Het maken van conceptueel doordachte bedrijfsfilms en het brainstormen over toepassingen van de nieuwe media op een originele manier. Hoewel de daders erg professioneel waren, heeft de politie toch twee aanknopingspunten. Ten eerste deze achtergebleven USB-stick. Vanwege het unieke karakter wil de politie graag meer informatie over de herkomst ervan. En daarnaast zijn er bewakingsbeelden. 6 uur voor de inbraak, dus op diezelfde maandag 11 mei om 4:00 PM, kocht een van de daders bij het naastgelegen BP-benzinestation een pakje Marlboro. Op het linkerscherm ziet u de auto van de daders in beeld komen. Onderzoek wijst uit dat dit dezelfde Lexus LS400 is die voor de inbraak bij Oniva is gebruikt. Op het rechterscherm komt de dader binnen. Het betreft een blanke man, leeftijd ongeveer 30 jaar, lengte rond de 1,80 meter en hij had een stoppelbaard. Hij droeg een blauwe spijkerbroek van het merk G-Star, een zwarte driekwart jas, groene pet en witte sportschoenen van het merk Reebok. Kent of herkent u deze man? Of heeft u andere informatie over de inbraak bij reclamebureau Oniva? Bel dan met 035 622 31 50.
Uit de bewakingsbeelden blijkt ook dat de daders vaker in de buurt zijn geweest. Ja, ik heb van de politie begrepen dat de daders ons meerdere keren hebben geobserveerd. En dat is natuurlijk geen prettige gedachte. Ja, er is gelukkig geen geweld gebruikt, maar het blijft een rot gevoel. En ja, ik ben nu wat schrikachtiger, kijk wat vaker om me heen. En ja, ik hoop dat dat op termijn minder wordt. Dat hoop ik ook. Gelukkig hebben de daders geen informatie kunnen bemachtigen. Wilt u dat wel? Neem dan contact op met reclamebureau Oniva. www.oniva.nl Lambertus Hortensiuslaan 40A in Naarden. Telefoonnummer 035 622 3150 of mail naar info@oniva.nl. Hartelijk dank voor het kijken en namens alle medewerkers wensen wij u een veilige avond.